Ben je nou ook al spits geworden? Nee, het was op het einde. Ik voelde het een beetje aan mijn benen. Dus toen zei de trainer, Ryan, ga jij op rechts, dan moet ik voorin. Ben jij de personificatie van de discussie over de opstelling van PSV? Want veel fans zeggen, ja, begin nou met je beste spelers. Smit zegt, ja, jullie hebben zware weken. Ik spaar ze. Hoe kijk jij er nou naar? Nee, uiteraard. Je moet, in deze fase moet je een beetje kijken naar, oké, wanneer geef je bepaalde spelers rust? We zijn ook mensen. We doen er alles voor om voor PSV te vechten. Alleen op een gegeven moment moet je ook wel slim zijn in bepaalde wedstrijden. Dat je bepaalde spelers wat rust geeft. Vandaar de keuze van de trainer. Ja, maar het is wel een risicovolle tactiek. Want jullie kunnen bij rust met 2-0 achterstaan. En jullie maken in de 86e minuut 2-1. Ja, je verspeelt bijna punten. Nee, maar ik denk als je naar de eerste helft kijkt, het is een terugkomend verhaal. De goals die zij maken, dat is onbegrijpelijk. We moeten dat gewoon beter doen. Maakt niet uit wie er staan. Het is te makkelijk. Vanuit een keeper uittrap staan ze 1-1 met de keeper. Bijna een penalty. Geef je bijna de wedstrijd weg. Ja, dat soort dingen moeten we gewoon beter doen. We zijn deze week al kritisch daarop geweest. Alleen het moet op een gegeven moment wel zijn dat we gewoon als mannen opstaan en gewoon bepaalde situaties beter verdedigen. Ja, maar kan je dat toch niet loszien van dat je met Nee, dat kan ik niet loszien. Omdat we spelen vaak ook in een andere formatie. Is het hetzelfde. Dat moeten wij gewoon beter doen als team. Ik wijs geen individu aan, maar als team moeten wij gewoon dat beter doen. Beter oplossen. We spelen allemaal bij PSV, dus we zijn allemaal capabel genoeg om bepaalde situaties te voorkomen. En dat moeten wij gewoon beter doen. Dus dat is aan ons om het vanaf nu op te pakken. En, want het is gewoon zonde. Er is niks aan de hand. Je geeft bijna twee makkelijke goals weg. Opluchting is het woord voor vandaag, denk ik, hè? Ja, zeker. Natuurlijk weten we dat we goede wissels hebben. Donja komt er fantastisch in. Ryan, Mario. Neem me niet kwalijk als ik eentje vergeet. Maar dat doen ze Max. Gewoon. Filip, ja. Sorry, ja. Filip. Ja. Nee, maar dat doen ze gewoon goed. En zo zie je dat iedereen belangrijk is voor onze ploeg. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel.